Nou, daar zijn we weer. En dit wordt dan uitzending nummer. Als ik het goed heb. Even goed kijken. Ik dacht dat het nummer. Even hoeveel? Ja, nummer 16. Dat klopt. Dat dacht ik ook hoor. Dus het gaat helemaal goed dit. Kijk, ik heb hier dus. Oh, daar staat het verkeerde nummertje bij. Maar dit is dus eigenlijk nummer. Ik zal het gelijk even wijzigen. Dan kunnen jullie ook zien hoe dat moet. Hoppa. Nou, ik heb hier een paar puntjes klaarstaan. Dit worden ze. En de eerste twee punten, dat gaat over geschiedenis. En dit gaat over het heden. Het gaat allemaal over buitenlandse mensen. Maar we beginnen gewoon even met de geschiedenis. En dan pak ik het oudste ding, Duitse ding als eerste. Dat is de Gunpowder Plot. En de Gunpowder Plot, dat gaat dus door voor een samenzwering. Dus met 9-11 zeggen allerlei mensen, oh, dat kan niet hoor, want dat was al lang uitgekomen. Nou, dit is dus een samenzwering uit het jaar 1605. En ik weet die pas sinds 2 jaar of zo. Weet ik ervan. En ik ben fucking 57. Hè? Dus ze hebben dat 55 jaar buiten mijn gezichtspunt gehouden. Nou, dan staat hier natuurlijk niet alles. Maar wacht, die Nederlandse was beter. Want dit is natuurlijk gewoon de Wikipedia. Kijk, en hier staat het dus wel netjes. In die Engelse staat het dus niet. Van de weg. Ik zal het even voorlezen. Het buskruidverraad van 5 november 1605 is een samenzwering in de Engelse geschiedenis. Een groep Rooms-Katholieken probeerde onder leiding van Robert Catesby in één klap de protestantse koning Jacobus I van Engeland, zijn familie en een groot deel van de aristocratie te doden door een bom te plaatsen in het paleis van Westminster. De aanslag zou worden uitgevoerd door Guy Fawkes. Men beweerde dat de Spaanse troon en de Jezuïeten bij het complot betrokken waren. Nou, er was dus ook een katholieke lord, die heeft het dus ontdekt en verklapt. Even kijken hoor. 26 oktober had hij een waarschuwingsbrief ontvangen. Ja, ik weet niet hoeveel dagen voor de aanslag dat dan weer was, maar. Maar dit is dus een typische samenzwering. En dan wilde dus eventjes de Rooms-Katholieke Kerk, omdat ze ruzie hadden met Engeland. Want Engeland met Henry de VIII, die had hem zijn kont tegen de krib aangegooid. En die was zijn eigen paus gaan spelen in Engeland. En daar houdt de paus niet van! Ja. Maar dit is dus de Rooms-Katholieke Kerk in actie. En we gaan er nog wel meer doen hoor. Ik zal eerst even die andere nog bijpakken. Dus die kan dan weg. Die kan weg. En dan hebben we deze. En dit is ook een hele leuke. De 30-jarige oorlog. Dat was een oorlog. Ook weer van de katholieken. Tegen de gereformeerden. Kijk, het conflict begon toen de katholieke staten, Spanje en Oostenrijk, de gereformeerde staten in het noorden van het Heilige Romeinse Rijk veroverden. Ja, het is maar hoe je het moet zeggen. Hè? Ze kwamen weer eens binnenzetten, gewoon voor de zoveelste keer. Hè? En dit is jullie ook niet echt geleerd. Dat die Rooms-Katholieke Kerk, die speelt een hele belangrijke rol hier in Europa. Vooral als het gaat om oorlogen en zo. Zijn die jongens echt ontzettend knap in. En ik sluit er nu af en dan pakken we die andere onderwerpjes. Dit heet dan wel de 30-jarige oorlog. Maar ik ken ook een aantal, noem het maar, mensen die lezingen geven of zo.
die spreken van de Eerste Dertigjarige Oorlog en de Tweede Dertigjarige Oorlog. En de Eerste Dertigjarige Oorlog was van het Romeinse Rijk tegen Duitsland van 1618 tegen 1648, tot 1648. En de Tweede Dertigjarige Oorlog was ook tegen Duitsland. En die begon in 1914 en die eindigde in 1945. Dat is interessant om daar eens op een andere manier naar te kijken naar die Eerste en die Tweede Wereldoorlog. En ze is te zien als dat het twee onderdelen waren van de Tweede Dertigjarige Oorlog. Ik zal een keer een aantal linkjes gaan maken. Ik zal een keer een samenvatting maken, dat je het allemaal kan nalezen. Maar nu weten jullie dat dus ook, dat de manier waarop de geschiedenis jou verteld is, dat is niet de enige manier om tegen die geschiedenis aan te kijken. Maar toen ik op school zat, dan moest ik van het begin van de 17e eeuw, moest ik uit mijn hoofd leren dat in 1600 de slag bij Nieuwpoort was. Maar niet dat in diezelfde tijd er 5 aanslagen gepleegd zijn op koningin Elisabeth I. En daarna dus de Gunpowder Plot op die koning James I. Het vond mij niet echt nodig om dat zo mij te vertellen. Zou ik zelf wel achterkomen als ik 55 was. Maar dat is natuurlijk een beetje raar. Nou, hier heb ik dan 5 nieuws-itemtjes. Dus gewoon van nu jij afgeplikt. Plukt. Pikt. Dit is een beetje. Kijk hoor, in het AD stond dit. Een man in Amersfoort heeft een 3-jarig jongetje een schop in het gezicht gegeven. De peuter liep blauwe plekken en schrammen op en is erg geschrokken, zei de politie. Een aanleiding was er volgens de politie niet. Het jongetje liep gisterochtend met zijn 33-jarige moeder over de ringweg Kruiskamp in Amersfoort. Rond 10:15, 's morgens, liepen ze langs de man, die vervolgens trapte. De moeder en een getuige spraken de man aan, maar hij liep weg richting een winkelcentrum en is sindsdien niet meer gezien. Nou, mag ik hier gelijk even op reageren? De peuter liep blauwe plekken en schrammen op en is erg geschrokken, zei de politie. Nou, die toevoeging van erg geschrokken, die hoeft er van mij niet bij, hoor. Een beetje overdreven emotioneel gedoe. En die man, die liep dus weg richting een winkelcentrum. En is sindsdien niet meer gezien. Welk winkelcentrum? We hebben toch getuigen nodig? En dan ga je toch niet geheim, ja, ergens een winkelcentrum? Een winkelcentrum met kassa's. Nou, dan zeggen ze verder in het AD natuurlijk niet wat er aan de hand is. Maar ja, ik vermoedde al van wat is hier aan de hand. En ja hoor, RTV Utrecht, die hebben dus wel een beschrijving gegeven. Het gaat namelijk om een donkere huidskleur, 35 jaar oud, tussen de 1,80 en 1,85, slank postuur, donkerbruine volle lippen, een kleine smalle mond en kort zwart kroeshaar. Donkere blauwe nylon trainingsbroek, sportschoenen en droeg een grote zware lederen heuptas. Ja, zoek hem maar. En dan gaan we door. Dan hebben we dit. In Almere. Daar hebben ze ook een nieuw spelletje verzonnen. En het is met stenen gooien op openbaar voertuigen. In dit geval een bus. Nou, waar gaat het om? 2 verdachten die door de politie in Almere werden aangehouden voor het bekogelen van Connexion-bussen zijn inmiddels weer op vrije voeten. Volgens de politie gaat het om 2 minderjarigen. 1 van hen werd zaterdagavond aangehouden na een melding van overlast door een buschauffeur. De jongen heeft een procesverbaal gekregen.
Zondagavond werd een tweede Almeerder opgepakt die deel uitmaakte van een groep van circa tot 20 stenengooiers. Omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld of de verdachte met een steen heeft gegooid en of daarbij iets is vernield, heeft de politie hem na een stevig gesprek met zijn ouders laten gaan. Nog altijd wordt er helemaal niets gezegd over de etnische afkomst van de rellende jongeren in kwestie. Al zijn de inwoners van de bewuste wijk in Almere het er samen al lang over eens om welke etniciteit het in werkelijkheid gaat. Nou, die bus van Connexion die rijdt inmiddels dus niet meer door Kruidenwijk heen, omdat het dus al maandenlang lopen die etterbakjes de klootviool. En het is, dacht ik, deze wijk. En dan gaan we even... Ja, dit is even een stukje... Gaan we even kijken. Er zal weer copyright op zitten, maar... We gokken het er gewoon even op, ja? Ik zal eventjes kijken. Hier zijn ze, die bouwvakkers, die zijn de steentjes... Want ze gooien dus met dat grind. En dan zijn ze dat grind maar aan het verwijderen. Zelfde oplossing als met Keulen. Dat die vrouwen worden lastiggevallen. En dan wordt er gezegd, ja, dan moet je ook maar, niet in de buurt komen hoor. Ja, hier doen buurtbewoners allemaal hun verhaal. En ze vertellen maar hoe ze bang zijn. Deze vrouw is echt bang. Die heeft gewoon moeite met de straat op te gaan. En dan hier op het einde zijn ze nog steeds die bak aan het opruimen. Nou, op het einde gaan ze dan nog even zeggen. Vraag het. Etnische minderheden. Laat ik het daarop houden. Etnische minderheden, zei hij. Nou, dit is helemaal geweldig. Dit is Schäuble. Dat is een Duitse politicus. En die heeft dus gezegd dat, ik zal het even in het Engels voorlezen, Federal Finance Minister Wolfgang Schäuble van CDU, Europe faces ever greater hurdles for migrants, warned strongly. The border closure is what would make Europe broken, which could degenerate us in inbreeding. Nou, wat hij dus zegt... Dat het grensbeleid van Duitsland, daar krijg je inteelt van. We moeten blij zijn met die diversiteit, zullen we zeggen. Want dan hebben we tenminste geen inteelt. Ik wist helemaal niet dat wij last hadden van inteelt. Als je naar de kop van Merkel kijkt, dan denk ik van ja, misschien. Ik heb geen last van inteelt. Ik ken mensen uit Duitsland, die hebben er ook helemaal geen last van. En trouwens, als het wel een probleem is, dan zijn we zelf wel in staat om een bruidje te scoren in Marokko. Krijgen we nog een mooie bruidschat mee? Dan doen we dat zelf wel. Dat hoeft er niet opgelegd te worden door die Schäuble. Schäuble. Weet die man eigenlijk? En dan gaat hij gewoon zeggen van, ja, dat is goed, anders krijg je allemaal inteelt. Dat is helemaal niet goed hoor, inteelt. Dus we hebben dat zien aankomen. En ik ben verantwoordelijk voor het Duitse volk. En ik wil niet dat mijn Duitse volk ten onder gaat en inteelt. Nou, en dan maar een miljoen immigranten erbij. Ik bedoel, er is geen middel te duur. Er is geen zee te hoog. Om dit probleem van die inteelt aan te pakken. Ja, dan heb je wel een beetje natuurlijk dat die mensen een beetje geweld plegen. En af en toe een vrouw lastigvallen. Maar komt ook een beetje door die Duitse bitches, hè. Nou, dit is nog een leuke. Dit is dan het verschil tussen hoe ze in Zweden omgaan met die asielzoekers, immigranten, en in Italië. Het geluid staat netjes uit. Ja, net is een beetje traag. Kijken of er wel wat binnenkomt. Wacht hoor.
gaat niet echt hard. Ja, er komt niet echt wat binnen. Ja. Ja, dan kan ik het misschien wel vertellen. Het is een buschauffeur in Zweden die wordt aangevallen door een immigrant die heeft geen buskaartje gekocht. En hij zegt van ja, als je geen kaartje koopt, dan mag je van mij niet meerijden. Dan begint die immigrant die begint te meppen. En die buschauffeur denkt dan van, nou ja, oké, dan maar. Als we gaan slaan, dan mag je wel gratis met de bus. Dus die jongen gaat gewoon zitten in de bus. En dan hetzelfde verhaaltje, speelt zich ook afgespeeld in Italië. En daar geeft die immigrant, die geeft die buschauffeur een klap voor zijn bek. En die buschauffeur die voelt eventjes die dreun wegzakken. En die staat vervolgens op van zijn buschauffeursstoel. En die begint die immigrant toch een partijtje in elkaar te huizen. Die heeft wel 20 vuistslagen op zijn kop gehad. Toen heeft hij de bus uitgedonderd. Er stond die jongen, die stond er buiten helemaal te duizelen. Die wist van voren niet meer of met zijn achterkant was ingestapt. Maar toen mept hij hem nog een keer en gaat hij tegen de kei aan. Ik denk dat die immigrant niet snel nog een keer gaat proberen om nog een keer een buskaartje te skippen. En ik hou helemaal niet van geweld. Ik ben er echt niet voor. En ik heb ook wel eens een keer zonder buskaartje in de bus gezeten. Maar dat was per ongeluk gewoon. Keertje vergeten in te checken. Die kennen ze wel. Maar als ik dan gesnapt word, dan zeg ik ja, oh sorry, ik ben vergeten in te checken. En als ik dan een boete moet betalen, ja, dan moet ik die maar betalen. Het is mijn schuld, godverdomme. En dat denken deze mensen, die denken daar heel, hebben een heel andere moors. Ze hebben echt een primitievere moris. Ze denken gewoon, iedereen die moet gewoon lekker gratis met de bus. En het busje van een grote bek heeft, nou dan sla hem gewoon, maar ram je erop, jongen. Maar daar krijg je geen samenleving mee. Dat wordt nooit wat. Nou, volgens mij is het een mooie, korte uitzending geworden. En dan zou ik tegen jullie willen zeggen, tjus en tot uitzending. Nummer 17.